President Chandrika Prasad Santokhi zal volgende week een ontmoeting hebben met premier Mark Rutte van Nederland. Dit vertelde minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdien, aan journalisten. De bewindsman spreekt van hoogpolitiek overleg dat ons staatshoofd zal voeren. Volgende week in Brussel. President Santokhi zal in de marge van de EU-CELAC Summit, die hij zal bijwonen, president Macron spreken, ook premier Rutte, daarnaast de premier van Vlaanderen ook. Maar nogmaals, in de relatie met Nederland wacht ik niet dat er substantiële wijzigingen komen of vertraging komt. Het zijn ambtelijke afspraken die eerst op een politiek niveau zijn gemaakt, nu uitgevoerd worden en de voortgang zal er zijn. Nu het kabinet in Nederland is gevallen, wordt uitgekeken naar wie als minister van Buitenlandse Zaken zal fungeren. Wij hadden een goede relatie inderdaad met onze collega's. De premier Rutte had een uitstekende relatie en heeft een uitstekende relatie met president Santokhi. Ik had een goede relatie met de drie ministers van Buitenlandse Zaken die er zijn geweest sinds we zijn aangetreden in Nederland. We willen dat uiteraard voortzetten, maar ik verwacht op dit moment geen bijzondere verstoring in de relatie. Volgens Ramdien zal de relatie tussen Suriname en Nederland ongewijzigd blijven.